Voor mij zie je de meest voorkomende Shockwave applicatoren. Ik ga nu laten zien hoe je deze schoonmaakt. Let op voordat je begint dat je een tandenborstel hebt en een klein plat schroevendraaitje. Deze heb je nodig voor de D20 deactor. Dat is deze kop. Daarnaast hebben we de Deep Impact en de standaard 15 mm. Ik begin met de standaard kop. Deze kun je in principe zo uit elkaar halen, tenzij die vast zit door oude gelresten. De huls kunt u netjes schoonmaken met de tandenborstel. En de binnenkant ook. Eerst haal de ring eraf en dan de achterste. En dan schoonmaken. Dit kan prima met een lauw sopje, gewoon afwasmiddel. Deep Impact geldt hetzelfde voor. Gewoon zo uit elkaar halen, ringen eraf. Deze twee hulzen zijn hetzelfde, alleen het binnenste is anders. De D20 is iets lastiger. Die schroeven we uit elkaar. Die kan een beetje vastzitten. Je mag een tang gebruiken, maar doe er wat tussen. Anders beschadigt de buitenkant. Twee helften. Die kun je uit elkaar schroeven. Dan hou je het binnenste over. Er zit een rotor rubber omheen. De eerste ring kun je er gewoon afhalen. Soms is het makkelijk dat je een plat schroevendraaitje hebt. Dit is het meest lastige. Dit rode rubber hoeft er niet af. Je kunt er langs heen spoelen. Maar als die echt vies is, is het fijn als je hem een keer van het binnenste af kunt halen. Dat doe ik door de buitenste ring te pakken, de voorste. Daar leg ik hem weer in. Laat ik rusten op twee vingers en ik druk met de duim op het binnenste. Zo kan ik kracht uitoefenen zodat hij eruit gaat. Nu moet je hem even helpen met de platte schroeven draaien, want hij blijft namelijk achter een randje zitten. Met de platte schroeven draaien ga je achter dat randje, druk je een beetje met je duim en ga je ronddraaien. Dan haal je hem achter het randje weg. En als je dat ver genoeg hebt gedaan en je drukt hem door, komt hij eruit. Nu zie je aan de binnenkant dat hij goed vies is. Dit kun je ook gewoon met een lauw sopje schoonmaken. Het is allemaal waterbasis, dus dat moet prima lukken. Nu komt de tandenborstel weer van pas, want die kun je gebruiken om de binnenkant schoon te maken. Let op, de ringen die hier om het rode heen zitten en eentje aan de binnenkant, hebben allemaal een verschillende afmeting. Laat die lekker zitten. Met een tandenborstel krijg je het schoon en ze hoeven er niet door af. Als je alles schoon hebt, kun je de oude ringen eventueel vervangen als ze gebarsten zijn of als ze versleten zijn. In de revisiekit vind je een kaartje en nieuwe ringen. Op het kaartje staat elke ring met daarachter welke applicator ze worden gebruikt. Het kaartje is 1-op-1, dus je kunt de ringen pakken. En die kun je op het kaartje leggen. Dan weet je zeker dat je de juiste maat hebt. Vervolgens gaan we alles weer in elkaar zetten. We beginnen met de D20. Als die schoon is, kun je het rode er weer omheen schuiven. Zorg dat hij achter het randje zit. Leg je hem in de voorkant. Doe je de dikke O-ring eromheen. En schroef je hem weer dicht. Pakken we de Deep Impact. Daar hoort een dunnere grote O-ring omheen. En de achterkant een dunnere O-ring dan de standaard. Leggen we erin. En hetzelfde doen we met de standaardkop. Die heeft een iets dikkere kleine ring en een iets dikkere grote ring.